dames en heren, wij gaan gewoon beginnen, want er is geen hou aan. Geweldig. Mijn stoutste dromen had ik dit niet verwacht. Nee. En ik... Wij beginnen zoals met een goed gebruik met een Maria-lied. Het was natuurlijk al een beetje een geheim ontcijferd dat we Maria kapel zouden gaan inzegenen vandaag. Maar we beginnen met een Maria-lied. Wij groeten u, o koningin. En dat kennen de meesten wel uit hun hoofd. Anders zingen we gewoon mee met degene die naast ons zit, of achter ons, of voor ons. Nou, onder ons, daar gaat niet. Zingt u mee? Ja. Wij groeten u, o koningin, o Maria. U moeder vol van tederen, o Maria. Groet waar ook zeer u bent, prijs waar ook zeer fijn. Prijs met ons uw koningin. Salve, salve, salve Regina. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de vreugd van de Heilige Geest zij allemaal met jullie. Welkom, nogmaals. Met zo'n grote groep, het kan niet meer stuk. Geweldig. Een geweldig mooie kapel. Maar ik mag niet te veel zeggen, want anders maak ik iemand anders het gras voor de voeten weg. Een geweldig mooie kapel. En ik hoop dat u alle daar vaak uw thuis mag vinden. Uw rust. Uw moment van stilte. Uw moment van gebed. Maar ook uw moment van vreugde. En verdriet. Want het mag allemaal op deze plek. Op dit mooie, verzorgde kerkhof. Naast onze dierbare, voormalige, mag ik wel zeggen inmiddels, Heilig Hartkerk. Ria, mag ik jou uitnodigen om een inleiding te geven op het prachtige moment van vandaag. Toen begin vorig jaar 2014 het ernaar uit ging zien dat het pijnlijke besluit genomen moest worden dat de Heilig Hartkerk gesloten moest gaan worden, ontstond het idee om dit huisje dat hier op het kerkhof stond om te bouwen tot een kapel. Een Maria-kapel waar men even je zorgen bij neer kan leggen. Of er zomaar kan binnenlopen. Met je kind, met je kleinkind aan de hand. Zomaar een licht kan branden. Maar hoe moesten we dat gaan realiseren? We hadden een prachtig Mariabeeld. We hadden stoelen, kaarsentafels, maar er moest veel gebeuren. Maar gelukkig kregen we veel steun door harde werkers, geulengevers, maar ook mensen die ons steunden door gebed. Ik wil er enkele noemen. Allereerst de vrijwilligers van onze tuingroep, die niet alleen aan de kapel hebben gewerkt, maar ook heel hard hebben gewerkt aan het kerkhof het afgelopen jaar. Ik wil bedanken Frans Winkels en Henk Renders, die heel veel werk hebben verzet, zoals de vloer in de kapel, maar ook hier aan bijgedragen hebben, denk heel veel, en steun en toeverlaat waren voor vele mensen die hier op het kerkhof kwamen. Dan de heer Jan Kersten en Sjaak Hilversson, die heel de kapel hebben geschilderd. Heel veel dank gaat eruit naar al onze gullegevers die dit financieel mede mogelijk hebben gemaakt. Ook dank aan onze gemeente Bokstel die door met de monumentenzorg ook meteen zeiden: doe maar, jullie mogen dit gaan doen. Dank
aan de bedrijven die ons geweldig hielpen met de bestrating, de verlichting. En u ziet het misschien niet van buiten, maar zo dadelijk van binnen kunt u dat zien. Dan ziet u de glas- en loodramen die ontworpen zijn door Sint Lucas. Vier leerlingen kregen de opdracht om een ontwerp te maken, waarvan we het ontwerp van Lieke Leenders uitkozen. En Lieke is hier in ons midden. Lieke die een ontwerp maakte met als inspiratie de vloer voor in onze kerk. Dan Smit van de Ven. En we zien het nog niet, maar zo straks zal het onthuld worden, die dat maakte voor ons. Maar vooral u allen. Vorig jaar maakten we in de gezinsmis, waarin Pater de Visser voorging, die zich moest laten verontschuldigen, omdat er een ernstige zieke pater was bij hen. Dit mooie hart waar we allemaal ons steentje aan bij konden dragen, door een steentje mee te brengen naar de kerk. Nu, op de dag van de eenzegeling, zullen we, als de wind het toelaat, een kaars ontsteken, die als laatste gebrand heeft bij het Maria-altaar in de kerk. En die had ik even teruggehaald. En hier in onze kapel willen laten opbranden. Als een symbool van licht, geloof, hoop en liefde dat altijd doorgaat in ons. En u bent het bewijs ervan dat u alle hier bent. In dat licht wil ik u vragen, pastoor, om voor te gaan, om de zegening voor te gaan. Want u was onze inspirator die het steeds ons stimuleerde om erin door te gaan. Zoals gewoonlijk, bij een goede viering hoort ook een stukje uit de schrift. We hebben daarvoor gekozen, voor degenen die het kunnen meevolgen, die zien het al, een stukje Evangelie volgens Lucas. Het verhaal van Martha en Maria. Ik zal zo dadelijk wel uitleggen waarom. In die tijd kwam Jezus in een dorp en een vrouw met de naam Martha ontving hem. Ze had een zuster, Maria genaamd, die gezeten aan de voeten van de Heer luisterde naar zijn woord. Martha werd afgeleid door het vele dienstwerk, maar ze kwam erbij staan en zei: Heer, raakt het u niet dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet helpen. De Heer antwoordde: Martha, Martha, je maakt je bezorgd en ongerust over veel dingen. Eén ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet ontnomen worden. Zo spreekt de Heer. Waarom dit stukje evangelie? Heel in het kort. Maria en Martha hebben ons geholpen. We hadden Maria's, die baden onze lieve Heer als het ware van het kruis. Niet alleen voor deze prachtige kerk, maar ook voor deze kapel. Voor onze gemeenschap. En dat doen ze nog steeds. We hadden Martha's die zich uitgesloofd hebben, werkelijk uitgesloofd hebben, om er iets moois van te maken. Niet alleen het pad, het hart, de kapel van binnen en van buiten. Ook de Martha's gaan door. Want harde werkers en bidders hebben we in onze parochie keihard nodig. Ik zei het vanmiddag nog, ik moest ook ergens anders zijn, het 50-jarig bierpompfeest in Es. Ook dat moet je doen als pastoor. En dat was een internationale uitwisseling met de Friends for Europe, de European Charter. Heel veel jongere en oudere mensen. We hebben vrijwilligers nodig. Mensen die vrijwillig bidden. Mensen die vrijwillig een steentje bijdragen. Op welke manier dan ook. De oudere generatie die al heel veel werk heeft verricht.
En waarvan we hopen dat ze het blijven doen, zolang dat kan. Maar ook de generaties daaronder, dat ze zich aanmelden. Dat ze zeggen, we nemen het stokje met vreugde over. Want dat is kerk zijn. En misschien zegt u wel, ik ben aan Maria en Martha tegelijk. Dat is helemaal prachtig. Dan kunnen we voor de prijs van één, bij wijze van spreken, van twee kantjes profiteren. Als ik het zo mag uitdrukken. Maar goed, laat ik niet te veel praten. Dat doe ik toch al genoeg. Ik ga over tot de inzegening. Maar ja, een inzegening, dat kan pas als je weet wat de naam van de kapel is. En dat wordt natuurlijk een bijzonder moment. Er ging al een naam rond, Mariakapel, want ja, Heilig Hartkapel met Maria in het midden. Dat is een beetje vreemd. Het hart voor de deur en Maria binnen. Ja, kan ook niet helemaal, hè? Dus we hebben een naam bedacht. En die naam brengt mij terug naar 5 jaar geleden. Dat was een parochiaan, een van de eerste die bij mij op de koffie kwam. En die zei, schrik niet. Nee, dat zei ze niet, maar schrik niet. Ze zei, jij moet vrede komen brengen in onze parochie. Vrede met God, vrede met de mensen. En wat is er dan mooier om die intentie mee te nemen in de naam van deze kapel. Nou ga ik even buiten het boekje. Sibylla, zou jij aan het lint willen trekken? Want Sibylla heeft ook heel veel werk verricht in de voorbereiding. Ja. Dankjewel, dat is een hele eer. Ja, mag best. Dankjewel. Ja, weet je. Maar, nou heb ik nog niet verklapt wat de naam is, want er staat Ave Maria. Gegroet Maria. Logisch, want je gaat bij Maria op bezoek. Op de koffie als het ware. We hebben gemeend de kapel Maria, koningin van de vrede, te moeten noemen. En dat past helemaal bij de bede van 5 jaar geleden. Dat past ook helemaal bij onze nieuwe gemeenschap, onze nieuwe parochiegemeenschap. We mogen proberen in goed overleg, oftewel in vrede, met elkaar om te gaan. Geduld te hebben, te luisteren naar elkaar, te bidden met elkaar. Elkaars handen vast te pakken. In lief en leed. En er zijn wat gedachten om die naam ook nog op een bepaalde manier tot uitdrukking te brengen, maar dat heeft even zijn tijd nodig. Dat zullen we ter zijner tijd wel onthullen. Heer, wees gij aanwezig bij uw dienaren bij de inwijding van deze kapel, waarbij wij u om zegen vragen. Laat hen ervaren dat gij hun toevlucht zijt, samen met uw moeder, als zij hier verblijven. Dat zij mogen ondervinden dat gij hen vreugde geeft als begeleider, wanneer zij het verlaten. Dat zij het genoegen mogen ondervinden dat gij hun gast zijt, hun vriend bent. Wanneer zij in het huis terugkeren. Totdat zij in het huis van uw hemelse Vader een plaats mogen vinden die voor hen bereid is. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Mogen dit water u herinneren aan het doopsel en uw geest richten op Christus, die geleden heeft, gestorven en verrezen is om ons te verlossen. Namens de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. Amen. Dan zal ik het van binnen en van buiten zegenen. Dus glij straks niet uit.
zal ook taart zeggen natuurlijk. Dat spreekt voor zich. En laten we de inzegening beamen met het lied God groet u zuivere bloemen. U kent het ongetwijfeld. God groet u zuivere bloemen, Maria maakt het fijn. Gedoog dat ik u roeme, God moet u altijd zijn. Als gij niet waart geboren, o engel maakt het fijn. Wij waren al verloren, aan u beveel ik mij. O, sta mij toch te staren, aan u beveel ik mij. Nou staat er nog een heel mooi gebed op de achterkant. Ja, we gaan eerst de kaars aansteken. Maar ik ga jou vragen hier om dat gebed te bidden. Want het komt. Eerst even iemand de kaas aanmaken. Dat mag ook. Nou, dank. Oh, we hebben genoeg lucifers hoor. En genoeg tijd. Dan doen we het eigenlijk. We doen het gewoon even in de kapel. Ja, maar. Is dat veilig? Ja, maar is dat veilig? Ja, dat maakt niet. Zet je er gewoon een huisje bij. Nog even een kleine mededeling van weerhuishoudelijke aard voordat ik de Ria weer het woord geef. Wij zijn enorm verrast door de grote groep van mensen. Daar zijn we enorm dankbaar voor. En er zijn mooie kaarsjes voor ontworpen. Alleen, u zult begrijpen, te weinig. Nou hebben we een oplossing. Er zijn er 50. En degene die geen kaarsje mee naar huis neemt, die mag het komend weekend hier een kaarsje komen halen. In het kapelletje. Dan zorgen wij dat ze er zijn. Okay. Dus geen nood, geen traantjes, dat is niet nodig. Althans niet voor het kaarsje, de rest mag wel. Maar zie je dat als een gebaar van ons, van dankbaarheid, dat wij verrast zijn, dat jullie verrast zijn door die grote opkomst, die grote betrokkenheid, want dat is het. Die grote verbondenheid, dat is het ook. En die grote liefde voor onze gemeenschap. Maria, ik geef jou het woord, want ik ben veel te veel aan het woord. Ik wil bidden. Maria, ik vraag u dat het kaarsje dat ik hier laat branden, licht mag zijn dat mijn verlicht in donkere tijden. Dat dit kaarsje vuur mag zijn dat mijn hart verwarmt. Maria, lang kan ik hier niet blijven, maar dit kaarsje dat ik hier branden laat, is een stukje van mijzelf dat ik u wil geven. Sterk en bemoedig mij, opdat dit lichtje als een stil gebed mag schijnen in mijn leven elke dag. Dan zal ik een zegen uitspreken. En dan bent u allemaal van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. Met natuurlijk een Brabants kuusje, dat begrijpt u wel, hè? De Heer zij met u. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. En voor straks, veilig thuis en kijk een beetje uit onderweg. Tot zo. Thank you.